Goedemorgen. Je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Het is dan toch eindelijk echt zomer in Nederland, volop zonnig weer. Je ziet het op deze satellietfoto, geen wolken in onze omgeving. Wel wat hoge sluierwolken, ook een mistbankje vroeg in de ochtend, maar die mist, die lost snel op. Flinke zonnige periode dus, en daardoor kan de temperatuur ook goed oplopen. Uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 24 graden in het noordwesten en noorden tot 27 of 28 graden in het midden en zuiden van het land. Er staat amper wind en uh, ja, het blijft ook heerlijk weer vanavond. Want ook dan zijn de temperaturen nog hoog, halverwege de avond zo rond de 23 graden. Ik zou zeggen, geniet ervan, want het is een van de laatste zomeravonden. Morgen ook weer hoge temperaturen. Dan verwachten we 25 tot 31 graden. Maar je ziet het aan de symbolen. Later op de dag neemt wel de kans op een bui toe. Misschien zelfs met onweer. geldt vooral voor het westelijke helft van het land. En woensdag, dan is het gedaan met de zomer. Het gaat flink regenen. In het westen en noordwesten langdurig. Daar wordt het amper 20 graden. In Limburg komt de regen pas laat. Dan kan het nog 25 graden worden. Donderdag en vrijdag overal 18 à 19 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.